Terwijl Pim en Christine de glazen klaarzetten in de ontvangstruimte, geniet Sam nog even van zijn ontbijt en loopt dan naar zijn werk. Ik doe de opleiding horeca. Ik zit hier nu drie jaar op Park Spelderold. Vrijdag is de opening voor zakenrelaties. Zaterdag is het kasteel open voor het publiek. De academie heeft als doel om mensen met een verstandelijke beperking met zelfvertrouwen, zelfstandiger en gemotiveerd hun plek in onze maatschappij in te laten nemen. En net zoals jij en ik op school hebben gezeten, studeren zij hier dus ook voor een leergang. En ik denk dat het heel belangrijk is voor hun toekomst. Om een eerlijke plek te hebben in de maatschappij. Sam haalt alvast de prosecco uit de kelder. En na een kleine tip. En op de tweede rij komen er dan, net zoals we hier hadden getekend, 11. Gaat het met de piramide ook steeds beter. Ja, het leuke eraan is dat je met gasten kunt werken en met gasten omgaan. En te zien dat de gast elke dag toch maar weer met een glimlach weggaat van het park. Het is gewoon heel mooi te zien om wat ze hier hebben geleerd, dat ze dat op hun werkplek gewoon oppakken alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Dus ze functioneren niet alleen hier, maar ook op een andere plek. Hey, top. Even van een afstandje bekijken zo. Staat hij helemaal strak? Ja, hè? Ja. En dan is de piramide af en zijn ze klaar voor de opening. En even samen high five, want jullie hebben een top team.